Op dag 49, los op. Rond zo nodig af op 2 decimalen. Oké, ik heb eerder ook al een opgave voorgedaan. Opgave 46. En die moest algebraisch en exact. Deze niet. Deze mag met behulp van de rekenmachine. Maar de stappen blijven hetzelfde. Stap 1 is, maak een schets. Stap 2, los op in de schets. Stap 3, los de vergelijking op. Alleen mag ik daar nu mijn grafische rekenmachine bij gebruiken. En stap 4, schrijf de oplossing op. Dus je ziet, alle stappen zijn eigenlijk hetzelfde, alleen hoe je de vergelijking oplost, is anders. Nou, begin ik met de eerste, x tot de derde, min 4x kwadraat, kleiner dan 2x, min 12. En we gaan even een schets maken. Dus je zet de schets erbij, en ik heb nu voor het gemak even de tekening van de grafische rekenmachine overgenomen. En je gaat hem in de schets oplossen. Dus ik ga in de schets ga je kleuren. En dit is de blauwe functie links en rechts is de rode functie. Hoe weet ik dat? Nou, ik zet het altijd op die manier erin. Dus voor mezelf maak ik het dan makkelijk. Ik werk ook graag met kleurtjes. En die blauwe moet kleiner zijn dan de rode. Nou, kleiner dan het stukje kleur ik groen. Dat is daar. En helemaal tot in de diepte. En dit stukje. Vervolgens kleur ik het op de x-as. Daar zit een snijpunt, daar en daar zit een snijpunt. En dat stukje geldt dus. En hier tussenin. Nou, vervolgens schrijf ik de oplossing op. Hier heb ik een stukje ertussenin. Dus dan schrijf ik hem ook de x in het midden. Kleinste getal komt links, grootste getal komt rechts. En dat andere stukje is x kleiner dan. Nou, dat is de oplossing in de schets. Nu los ik op de vergelijking met behulp van de grafische rekenmachine. Dus x tot de derde min 4x kwadraat is 2x min 12, want we gaan niet een ongelijkheid oplossen, maar een gelijkheid. Ik zet er altijd even bij wat ik in i1 heb en wat ik in i2 heb. Je schrijft op hoe je het met de rekenmachine doet. G-solve intersect, vervolgens ga je dat doen. Dus pak de rekenmachine erbij. G-solve intersect. Dan krijg ik de eerste oplossing. In de tekst staat rond zo nodig af. Nou, dit is wel nodig. Min 1,65 is de ene oplossing. X is min 1,65. Dan gaan we naar de volgende oplossing. Pijltje naar rechts. X is 2. Nou, dan hoef ik inderdaad geen cijfers achter de komma te doen. En de volgende is x is 3,65. Dan moet ik inderdaad weer een afronden. Oké. Nou, ze staan ook op volgorde zoals in het plaatje. En ja, x moet kleiner zijn dan 1,65. Hoe weet ik dat? Ja, dat heb ik al bedacht toen ik in het plaatje keek, want ik moet dat linker stukje hebben. En daar hoort bij x is kleiner dan min 1,65. En verder moet x tussen de 2 en de 3,65 inzitten. Dat zit daar. 2 kleiner dan x, kleiner dan 3,65. 49b. 4x min x tot de derde groter dan x kwadraat min 2. Het is een ongelijkheid, dus je begint met het maken van een schets. Ik heb het in de grafische rekenmachine gezet. Zo ziet de tekening eruit. En hier kan ik nu de schets erin zetten. Ik heb het even met de rekenmachine gedaan, want dat scheelt eventjes tijd. Nou, de blauwe staat altijd links. De rode staat rechts. En ik kleur het stukje waar het om gaat. Nou, de blauwe, hè, wat links staat, moet groter zijn dan de rode. De blauwe moet groter zijn dan de rode. Dus in de grafiek kleurde ik groen van blauw wat echt groter is. Dat stuk is groter. En dit stuk hier in het midden is groter. Dan ga ik de snijpunt op de x-as aangeven. Daar zit de snijpunt, daar en daar. En kleur ik op de x-as om welk gebied het gaat. Nou, dit is dit stukje op de x-as en helemaal die kant op. En hier er tussenin. Dan schrijf ik de oplossing op die daarbij horen. Hier hoort bij x kleiner dan. En hier hoort bij x zit er tussenin. Vervolgens ga ik de vergelijking oplossen. Dus ik schrijf hem over zo met een is ertussen. Omdat dit een opgave is die met de grafische rekenmachine mag, reken ik ook die snijpunten met de grafische rekenmachine uit. Dus zet ik erbij dat ik dat met i, die stop ik in i1, die i2. En ik gebruik de optie G-solve intersect. Nou, ga ik dat uitvoeren. G-solve intersect. Oh, dat is IIZ. Oh, mag ik er dingen doen? Rustig aan. G
kiezen of kleine knopjes intersect. De eerste is min 2,34. Die schrijf je even over, min 2,34. De volgende, pijltje naar rechts, 0,47. X is 0,47. En de laatste, x is 1,81. Oké, dat zijn de oplossingen met de rekenmachine, maar nu moet ik nog de ongelijkheid oplossen. Nou, daarvoor gebruik ik natuurlijk wat ik al heb bedacht. Namelijk, x moet kleiner zijn dan min 2,34, hè, dat is het meest linker getal. En x moet tussen de 0,47 en de 1,81 inzitten. En dan is de som alweer klaar. Dit gaat een stuk makkelijker dan algebraisch oplossen. Vraag C. Vraag C. X tot de vierde min 5x, dat is de blauwe lijn in mijn grafiek, moet kleiner zijn dan x kwadraat plus 5. Je ziet, ik doe het nu ietsje sneller dan daarboven, want je weet dat je een schets moet maken. Nou, doe ik met de rekenmachine en dan teken ik het in principe na, om tijd te besparen. Doe ik nu even met de rekenmachine. Ik ga het oplossen in de schets, dus ik kleur het in de schets. Nou, de blauwe moet kleiner zijn dan de rode, dus die moet er hier zo onder zitten. Dat stukje van mijn grafiek kleur ik. Ik geef het op de x-as aan waar de snijpunten zitten. En ik kleur op de x-as het stuk wat ik moet hebben. Nou, dus dat stuk. En dat is dat x er tussenin moet zitten. Tussen het kleinste getal en het grootste getal. Ik heb de oplossing alvast een beetje opgeschreven. Nou, dan los ik de gelijkheid op. Om de gelijkheid op te lossen maak je gebruik van de rekenmachine. G-solve, intersect. Dan krijg ik x is min 1, dat is een mooi getal. X is min 1. Of x is 2,12. Is 2,12. Ik moet nog wel een paar dingetjes opschrijven, want als je niet opschrijft hoe je het met de rekenmachine hebt gedaan, dan ben je een punt kwijt. Dus ik moet wel even opschrijven dat ik G-solve intersect heb gebruikt. Nou, hij moet dus die twee grenzen inzitten, dus min 1 kleiner dan x, kleiner dan 2,12. Gaan we naar vraag D. Vraag D, weer een nieuwe ongelijkheid. Je weet in principe al links de blauwe, rechts de rode. Ik moet gaan kijken wanneer is de blauwe groter dan de rode. Dus wanneer zit de blauwe erboven. Nou, kleur je in de grafiek. Dus dit stukje hier en dat stuk daar. Vervolgens geef je het op de x-as aan. Dus ik ga beneden, ik geef het snijpunt aan. En alle x's die daar rechts van liggen. En hier zit het tussen de twee snijpunten in. Vervolgens schrijf je de oplossing al een stukje op. X moet hier groter zijn dan. En x moet hier er tussenin zitten. Daarna ga je de gelijkheid oplossen. Dus schrijf je ook even de gelijkheid zo op. 7x plus 2. Dit mag je met de rekenmachine doen. Dus links zit in i1, rechts in i2. Dat had ik al. En ik gebruik G-solve intersect om het uit te rekenen. Nou, de rekenmachine. Daar is die G-solve. Intersect, krijg ik x is min 1,91, x is min 1,91, volgende pijltje naar rechts, x is 0,28, en pijltje naar rechts, x is 2. Nou, ga ik het opschrijven. Links moet hij tussen die twee getallen inzitten, tussen de kleinste en de ene kleinste. Dus min 1,91 kleiner dan x, kleiner dan min 0,28. En rechts moet hij groter zijn. En dan is opgave 49 klaar.